Stadskanaal stond dit weekend onder stoom. Museum Spoorlijn Star organiseerde namelijk hun jaarlijkse evenement, wat ze inmiddels het grootste stoomevenement van Nederland mogen noemen. Zeg maar een soort open dagen van ons, waar we meerdere stoomtreinen laten rijden, stoomtractoren laten komen, modeltreinen zijn. Dus eigenlijk een groot evenement op het gebied van grote en kleine treinen. Het loopt lekker door. Ik zie steeds weer een pendelbus van de parkeerplaats aankomen, weer een buslading vol met mensen. Nou, de treinen stromen weer vol en weer leeg en ze lopen lekker door. Ondanks toch wel een beetje herfstachtige weer voor dit weekend. Een trein is uiteraard niet zonder de conducteurs. En die zijn er ook bij de Star. Zoals Tom, die met veel plezier iedereen's kaartje knipt. En mijn werkzaamheden bij de als conducteur zijn is vertrekbevel, kaartjes controleren. Nou, vandaag knippen we helaas geen kaartjes, dan hebben ze allemaal een bandje. En ja, gewoon de reizigers van informatie voorzien, een gezellig praatje maken en als we wat vragen hebben, antwoorden. En zorgen dat de trein veilig vertrekt. Hoe is dat voor jou om zo'n historische trein te mogen werken? Ja, geweldig. Het is pure hobby en echt pure liefde dat je dit doet. Als je niet van trein houdt, dan moet je hier niet komen. Het is echt een hobby. Echt een hobby? Waar komt die liefde voor treinen bij jou vandaan? Vroeger als kind ging ik altijd al mee met de trein met mijn oma. Brachten we mijn neef, die vader woonde in Zeeland, ging elke keer mee. En Zeeland met de trein, en toen is echt die liefde begonnen. Toen kreeg ik ook modeltreintjes en toen kwam ik bij de Star terecht in 2019. Naast conducteurs zijn er ook dienstregelaars, machinisten en natuurlijk monteurs. Deze vrijwilligers hebben dit jaar een flinke klus geklaard. Een oude stoomlocomotief uit Oost-Duitsland is door hun na 7 jaar hard werken weer op de rails gebracht. Ja, dat klopt. We hebben de stoomlocomotief 5282. Hebben we 7 jaar aan gewerkt aan revisie. Die rijdt na 34 jaar voor het eerst weer onder stoom. Dit is het eerste publieksweekend dat hij voor het publiek te zien is. En hoe doet hij het vandaag? Nou, hij moet straks eerst naar Veenam rijden. Maar hij heeft tot nu toe al wel ritjes hier op het plassement gereden en dat gaat goed. Dat is natuurlijk een geweldig compliment, natuurlijk een mijlpaal. Natuurlijk na 7 jaar hard werken dat je een locomotief die 34 jaar eigenlijk stil heeft gestaan, dat je die weer tot leven werkt.